Nieuwe Oogst TV wordt mede mogelijk gemaakt door Victoria Mengvoeders, de specialist in rundveevoeders. LTO Energie, het grootste energiecollectief van de agrarische sector. En VDB Megapool in Stroe. Alle nationale topcompetities van de tractoren en trucks zijn aanwezig. Dit is Nieuwe Oogst TV. Met vandaag... Verzet tegen hoge NVWA-kosten, kritiek op PPO-onderzoek bodemverbeteraars en... Droon pakt stikstoftekort gewas aan. De varkenshouderij accepteert de nieuwe tariefsverhogingen van de NVWA niet. In een brandbrief is staatssecretaris Martijn van Dam gevraagd ze ongedaan te maken. LTO Varkenshouderij en NVV zijn verontwaardigd over de extra kosten waarmee varkenshouders sinds 1 mei worden geconfronteerd. Dit is buitenproportioneel, schrijven de voorzitters Erik Douma en Ingrid Jansen aan Van Dam. Ze wijzen op de zorgelijke financiële situatie in de varkenshouderij. De hoge en steeds weer stijgende NVWA-kosten drukken zeer zwaar op het huishoudboekje van de gezinsbedrijven. Deskundigen en leveranciers van bodem- en structuurverbeteraars hebben kritiek op het door PPO uitgevoerde onderzoek naar bodemverbeteraars. PPO, praktijkonderzoek plant en omgeving, heeft 7 bodemverbeteraars op 5 locaties onderzocht. Na 6 jaar onderzoek zien de onderzoekers geen betrouwbaar effect, meldde Nieuwe Oogst vorige week. Volgens Carpe-advies en biogeoloog Gino Smulders heeft PPO op basis van een standaardonderzoek onjuiste conclusies over steenmeel getrokken. Ze gaan met PPO in gesprek over de voorwaarden waaraan een onderzoek zou moeten voldoen. Akkerbouwer Leo Dekker uit Zeeland heeft 3 percelen tarwe door een drone laten scannen. Dekker reageerde samen met ruim 60 telers op een oproep van zaad- en meststoffenleverancier CZAV om een drone te laten vliegen. Wat we doen is opnames maken van de hoeveelheid droge stof en stikstof die de plant heeft opgenomen. En dat gaat leiden tot een kaart. Dat wordt een strooikaart of een taalkaart zoals je noemen wil. Zodat de teler samen met de adviseur een plan kan maken om een bijbemesting zo goed mogelijk in te plannen. Dekker legt uit waarom hij hieraan meedoet. Bewust omgaan met kunstmest, dus niet te veel kunstmest en toch proberen een optimale groei uit je grond te halen. Dat is de reden dat ik meedoe. Het gaat mij gewoon om het inzicht in de bodem. Hoeveel stikstof of hoeveel meststoffen zijn er beschikbaar voor de plant? En waar zitten die en komen die beschikbaar? Komen die tot uiting? En als ik moet bijstrooien, dan is dat zo. En is het niet nodig, dan is het prettig. Er wordt met een spectrale camera, die zit onderaan de drone. En die kan al die gegevens van droge stof en stikstof kan die meten en verwerken tot een taalkaart. Waarom doen jullie dat? Ja, het is logisch, het is beter natuurlijk voor de boer, maar wat heeft hij daaraan? Waarom wij het doen als CZTV, dat is omdat we een adviesorganisatie ook zijn. We leveren meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen, organische mest, maar ook heel veel advies. En om tot een goed advies te komen zijn er gegevens nodig, data. En dit is weer een nieuwe methode om extra data te verzamelen, zodat onze adviezen steeds nauwkeuriger en steeds beter worden. En een bijdrage leveren tot een goede productie van de juiste kwaliteit die de afnemers van de boeren vragen. Van de 11.800 melkveehouders met een positieve melkveefosfaatreferentie over 2013 hebben 8.856 de kringloopwijzer op tijd ingevuld en ingediend. Ruim 5.000 van hen dienden de kringloopwijzer in de laatste 3 weken van april in. De bijna 12.000 veehouders waren verplicht om voor 1 mei de kringloopwijzer over het jaar 2015 in te dienen. Sinds begin dit jaar zijn alle melkveehouders verplicht om gebruik te maken van de kringloopwijzer. De komende maanden zullen NZO, LTO, Nevedi en Vereniging van Accountants en Belastingadviseurs zich gezamenlijk inspannen om ook de overige melkveehouders te ondersteunen om aan hun verplichting te voldoen. PvdA, CDA en ChristenUnie willen na de verkiezingen van volgend jaar een ministerie van Voedsel. De partijen streven een modernisering na van het in 2010 opgeheven ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De 3 partijen zien voor het nieuwe ministerie ook een rol weggelegd bij thema's die nu worden ingevuld door de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Voorzitter Albert-Jan Maat van LTO Nederland is ook van mening dat een zelfstandig ministerie beter kan opkomen voor agrarische belangen. Wel ziet hij graag een uitbreiding naar een ministerie van Voedsel en Plattelandseconomie. Tot slot het weerbericht van agrowieradvies.nl.
Dit was Nieuwe Oogst TV. Voor meer nieuws, check www.nieuweoogst.nu of volg ons op Facebook, Twitter of YouTube. Nieuwe Oogst TV werd mede mogelijk gemaakt door Victoria Mengvoeders, de specialist in rundveevoeders. LTO Energie, het grootste energiecollectief van de agrarische sector. En VDB Megapool in Stroe. Alle nationale topcompetities van de tractoren en trucks zijn aanwezig.